Lang geleden was er een Sinterklaasboek dat kon toveren. Als je daaruit ging voorlezen, dan veranderden de plaatjes daarin tot echte beelden. Zo echt dat het leek alsof je erbij was. Job Stolk had een filmcamera en heeft het verhaal van toen gefilmd. Kijk, daar komt zijn dochter Simone met het toverboek. Gelukkig is het filmpje bewaard gebleven en kan ik het nu laten zien en erover vertellen. Sinterklaas is per boot vertrokken uit Spanje en na een lange reis in Rotterdam overgestapt op een kleine boot. En nu is hij onderweg naar Rome. Zie je wel, het toverboek werkt. Geen tekening meer, maar een echte intocht van de Sint op het Roonse veer. Kijk, daar komt de boot van de Sint. En de Pieten, kijk ze zwaaien. Alle kinderen van Roon hebben al gehoord van zijn komst. Ze zijn met hun ouders naar het veer gegaan en zoeken nu een mooi plekje. Ze staan vlak bij het huidige restaurant De Gouden Arend, voorheen café Haverzicht. Gelukkig, ook burgemeester Gijsbert Verheul is er. Die moet natuurlijk de Sint welkom heten in de gemeente. Jammer dat we niet kunnen horen wat er gezegd wordt. Eerst in de auto op het veer. En nu op de dorpsdijk. Gaat hij al weg? Oh nee, ze moeten natuurlijk de cadeautjes nog ophalen en rond gaan brengen. Er is voor Sint en zijn Pieten dus nog heel veel te doen. Wat een drukte. Zou het lukken de Sint een hand te geven? Ach, wat jammer, nu gaan ze alweer weg. Maar ze gaan natuurlijk de pakjes klaarmaken. Zou er voor ons ook wat bij zijn? De betovering is weg. Maar mama vertelt dat ze vannacht vast ook bij Simone langs zullen komen. Daarom zet Simone alvast haar laarsje bij de kachel en gaat ze vol spanning naar bed. Wat zal er morgen in zitten?